Dag kijkers, welkom bij ZPension. Het is de voorbije weken al enkele keren gezegd in deze reeks, meer dan ooit is het nodig om zelf uw pensioen in handen te nemen. Maar om dat te doen moet u natuurlijk weten hoeveel pensioen u zal nodig hebben om een comfortabel leven te leiden. En daar wringt het schoentje, want te weinig Belgen hebben daar besef van. En daarom hebben we vandaag Joost Stremers uitgenodigd, financieel planner bij Stremers van Broekhoven en Partners. Ja, meneer Stremers, we willen allemaal een behoorlijk pensioen als we op pensioen gaan. Maar hoeveel heb je eigenlijk nodig? Het hangt er natuurlijk een stuk van af. De ene persoon komt toe met een budget van ongeveer 2000 euro in de maand. Anderen met 1500 euro, nog anderen met 3000. Nu, een wettelijk pensioen, moet u rekenen, zit in de grote orde van 1000 tot 1200 euro in de maand. Dus dat betekent dat er nog wel een en ander moet bijgepast worden. Ja, die pensioenbehoefte, hoe kan je dat zelf gaan berekenen? Wel, u vertrekt van wat u vandaag uitgeeft. Dat is de beste inspiratiebron. En vaak denken mensen, eens we met pensioen zijn, gaan we een stuk meer over hebben om het feit dat de kinderen de huis uit zijn. Dat het huis is afbetaald. Maar helaas, rond het moment van pensionering zijn er vaak een aantal andere uitgaven, zoals herinvesteringen en zo verder, die moeten gebeuren. Dus daar moet u wel degelijk rekening mee houden. Dus eigenlijk is uw aanknopingspunt datgene dat u vandaag nodig hebt. België kent verschillende pensioensystemen voor arbeiders, voor zelfstandigen, voor ambtenaren. Dat betekent ook dat dat drie verschillende berekeningen zullen zijn. Het zijn uiteraard drie verschillende systemen, want bij de werknemer moet u rekening houden met het inkomen over de hele carrière, ook de lagere inkomsten die men had in het begin van de carrière. Bij zelfstandigen was het zelfs zo dat tot 1983 er gerekend werd met forfaitaire inkomsten, dus dat betekent dat die sowieso ook een stuk een lager pensioen gaan hebben. Bij ambtenaren wordt het gerekend op de laatste 5 jaar, het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Met de nieuwe pensioenhervorming wordt dat de laatste 10 jaar, maar daar houdt men enkel en alleen rekening met een eindloon dat men heeft. Het wettelijk pensioen spreken we dan over, maar we weten allemaal dat dat systeem onder druk staat. En minister Bakkelijn heeft het nu ook al gezegd dat het niet meer voor iedereen zal volstaan. Dat betekent dat we zelf een stuk moeten gaan sparen? Inderdaad, de meeste mensen hebben daar reeds een aantal verborgen manieren van sparen. Denk aan wat men doet in het kader van het aanvullend pensioen, dat gekoppeld is aan de beroepsactiviteit. Dus bij werknemers zijn dat groepsverzekeringen, bij zelfstandigen zijn dat VAPZ of ook IPT. Groepsverzekeringen, ja. IPT-contracten. U hebt daarnaast nog het fiscaal aangemoedigd sparen van het lange termijn sparen en het pensioensparen. Maar voor de rest gaat u dan nog een stuk aanvullend moeten doen, ja. We weten dat de rentes vandaag niet bijster veel voorstellen. Wat zijn dan toch systemen om aanvullend te gaan sparen zelf die enige garantie bieden op rendement? Ja, rendement is één zaak, risico is een andere zaak. Uiteraard, de zelfstandige heeft klassiek zijn bedrijf. Als hij het kan verkopen op het moment van pensionering, kan dat vaak een aanvulling zijn op het pensioen. Of kan er gekeken worden, wat kan u met vastgoed eventueel gaan doen als bijkomend aanvullend inkomen? Of moet u met de klassieke producten die financieel sparen omvatten, aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, kan u dat ook proberen te realiseren. In een notendop, wat is uw advies? Ten eerste, zorg dat u een overzicht hebt waar u vandaag staat, wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Gebruik die als uitgangsbasis om te berekenen wat u nodig gaat hebben op het moment van pensionering. En dan het verschil tussen die twee, moet u zien dat u die op een zo'n stabiel en veilige mogelijke manier bij elkaar spaart. Joost Stremers, hartelijk bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. En u bent bedankt voor het kijken, dames en heren. Graag tot volgende week vrijdag voor een nieuwe aflevering van ZPension.